Hoi, leuk te kijken naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappenshoplog. Welkom bij de chaos. Ik heb denk ik een fout gemaakt en ik weet niet hoe. Ik snap er geen ene hol van. Het is misschien een glitch in de matrix of zo. Want ik heb van heel veel dingen dubbel. Ik weet zeker, ik heb maar één keer besteld dit keer. Meestal doe ik ze maar alvast bestellen, dan doe ik het naar aanvullen. Nu heb ik het in één keer gedaan omdat ik een heel maaltijdplan had gemaakt voor de aankomende weken voor mezelf. En uit had gerekend van, oh, dan moet ik zoveel hebben voor als we avondeten doen met vier mensen. Zoveel met, oh my god. Het is zoveel eten. Echt dingen van mijn leven. Ik had echt maar één pak schoolpakjes besteld. En ik heb er twee binnen. Ik had echt maar vier flessen cola en vier flessen Crystal Clear besteld. Want dat bestel ik altijd. Ik heb 8 flessen cola light en 8 flessen Crystal Clear. Het was ook bijna €180. Ik snapte er ook helemaal niks van toen die man alles neerzette. Ik dacht van, heb ik zoveel besteld? En het is €180 of €179, I don't know, zoiets. Ik was helemaal flabbergasted. Ik had helemaal zoiets van, huh? Oké, okay. Ik zal wel. Maar als ik zo ga kijken, dan snap ik het ook wel. Want ik heb superveel dingen dubbel. Dus don't do what I do. Check wel je boodschappenlijstje. Check wel van, hey, klopt het allemaal wat er nu is ingevuld? Dus ja, mijn bedoeling was om sowieso vrijdagavond eventjes het boodschappenlijstje of mijn boodschappenbestelling te checken. Omdat ik dacht van, hey, ik heb sowieso een aantal dingen opstaan die ik misschien niet meer nodig heb. Omdat ik dat nog over heb van deze week. En ik had vrijdagavond geen zin in. Ik dacht, joh, het zijn allemaal houdbare dingen. Het zal wel gaan. Misschien had ik het dan wel gezien. Note to self. Wel dom. Anyhow, ik ga jullie proberen ermee doorheen te sleven. Laten zien wat we allemaal hebben. En wat we ongeveer per dag gaan eten. Ik zal dit keer ook wat snack ideeën en wat lunchrecepten onder in de beschrijving zetten. Naast het avondeten ideeën. Omdat ik ook best wel weer wat uitgebreider daarmee bezig ben. Dus alles wil ik jullie vragen in deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met ontzettend veel boodschappen. Ik overdrijf echt niet. Dan heb ik nog niet eens de 8 flessen cola en de 8 flessen Crystal Clear erbij gezet. En het allerergste is nog dat Pascal vanochtend zei. Oh, gelukkig komen ze vandaag van de Jumbo. Want de kaas is op. Ik heb geen kaas besteld. Dat is gewoon het allerergste. We eten maandag weer die gegrilde kip met courgette. Iets anders recept. Was echt super lekker. Maar we gaan een iets andere variatie maken. We eten een keertje gevulde portobello's. Doen we een keertje. We eten een keertje. Ja, het is officieel voor mij een taco salade. Voor die kinderen maak ik gewoon van die mini taco cubes erbij. Dat ze zo kunnen scheppen. Dus dan heb je paprika nodig. Kaas. We doen een keer de gehakt ook delen met de salade. De Griekse balletjes met salade. Die we van de vorige week ook hadden. Want het is super lekker. Er wordt ook een beetje spinazie bij en een beetje sla. Wordt een beetje overal bij. We eten ook een keertje vis met bloemkoolpuree. En daar kunnen we dan dus gewoon ook deze eventueel bij doen, als we dat willen. Want dat wist ik, dat heb ik extra besteld. Dus dat is dan 1, 2, 3, 4, 5 gevulde portobello's. En we eten een keertje friet met snacks. Ik vergeet wat. Dit vergeet ik. I don't know. Ik heb kipreepjes besteld voor salade. Maar again, ik heb er 2 en I don't know why. Maar er hoort ook een bosuitje bij, ook van de veldsla en spinazie en zo. Als tussendoortjes heb ik dan mini worteltjes. Again, ik heb er 2. Geen idee waarom, want ik heb er dan 1 echt wel genoeg. Ik heb olijfolie. De curry was op. Ik heb 3. I don't know. Maar kilo's magere kwark. I don't know why ik 3 kilo heb. Maar ik heb het. Ik had er maar 1 nodig. I don't know. We hebben een flesje haalbare melk. We hebben extra augurken. Bakboter. Roomboter hebben we ook. Ik heb nog 2 extra courgettes. Stel er daar al 5 liggen. Want we eten ook nog een keer. Oh, we eten ook nog een keer courgettenbootje. Dat eten we nog een keer, dat is het. Dan eten we, zeg maar, die. Ik maak een courgettenbootje van met gehakt ook. Dus zo denk ik. Of met kip. Nee, het is met kip. Zo moet het. Ja. Dat was ik vergeten. Maar ik heb dus nog 2 extra courgettes. En I don't know. Nee, geen idee. Echt gewoon geen idee. Ik heb ook 3 komkommers, maar dat klopt wel. Want ik heb daar ook nog een komkommer. Dus ik heb 4 komkommers besteld. Ik heb rosbief lekker voor tussen de middag. Ik heb boterhamworst, kaas voor brug. Heb ik er wel weer besteld. Kipfilet, grillworst, smeerkaas. Want we waren helemaal uit het beleg. Dus dat heb ik dan wel weer goed gedaan. Ik heb op een of andere manier ook 2 doosjes met tomaat. Again,
No idea why, but I do. We hebben ook schoolpakjes. Ook twee. Precies dezelfde. Zou ik anders ook nooit doen. Dus ik denk echt dat er een glitch in de matrix was. Dat als ik er één ding toevoegde, dat ik er automatisch twee kreeg of zo. I don't know. Ik had even moeten checken. Want ik ga ook wat meer eiwitsmoothies maken. Dus ik heb ook bramen en aardbei mango. Ik heb nog gewone aardbei. Ik heb nog blauwe bessen in de vriezer liggen. Dus dat is nice. Ik heb op een of andere manier ook twee keer cherry tomaatjes. I really don't know. Mozzarella. Oh, deze is gewoon bijna naar voren. Mozzarella. Zuivelspread. Hoort ook bij... Ik neem deze bij de portobello's horen. En deze hoort bij... Hi Moppie. I don't know. Wanneer blank. Bij de... Hakballetjes, Griekse hakballetjes. Volgens mij, ik had het vorige week ook aan. Koekjes in de koekjestrommel. Want iedereen die klaagde dat we geen koekjes in de koekjestrommel hadden. Want ik was natuurlijk op een health spree. Geitenkaasbolletjes, want dat neem ik dan samen met olijfjes in als tussendoortje. Dat vult heel goed. Cottage cheese, want we gaan crackers met cottage cheese en olijfjes eten. Olijfjes heb ik echt nog genoeg over van vorige week, dus die had ik sowieso niet besteld. Ik heb mandarijnen. Twee, again. Bananen. Again. Zou ik nooit bestellen. Ik bestel altijd maar één tros. Als ik ze al bestel. So, I don't know. I just don't know. Rode druiven. Kiwis. Dat was iets wat we van mijn lijst af had gekund. Want we hebben echt nog een hele schaap kiwis staan. Maar goed. Appels hebben we ook. En schoolkoekjes. En again heb ik twee dezelfde van. Maar niet Prins Star koekjes of zo. Dus I don't know. Het is echt chaos. In mijn hoofd. Ik snap er echt helemaal niks meer van. I don't get it. En dus geen blok kaas. Ik heb gewoon geen kaas besteld. Dat doe ik altijd. Nu niet. Blijkbaar. Echt. I don't get it. Ik weet ook gewoon echt niet waar ik het allemaal moet laten. Dit gaat toch allemaal niet in mijn koelkast passen. En dan heb ik best een vrij ruime koelkast. Maar het gaat toch niet passen. Dit is echt gewoon. Ik heb gewoon 8 courgettes liggen. Nee, 7 courgettes liggen. Ik ga het nooit in de week tijd opeten. Ik ga dan iedere dag een heel courgette opeten. Ugh, my god, I don't know. En dan 8 flessen cola en 8 flessen Crystal Clear. Dat valt op zich wel mee. Want dan bestel ik het volgende week gewoon niet. Weet je? Volgende week moet echt een super goedkope week worden. Want, oh my god. Ja, ook gewoon 3 bakken cottage cheese again. No idea why. Echt, ik hoop dat je er geen drankspelletje van maakt. En iedere keer zei, don't know why. Of, ik weet het niet. Maar dat is een beetje de boodschap van vandaag. Als je er iets van leert, is het check je bestelling. Check hem voordat je hem voordat hij vaststaat. Want dit gaat me echt. Nee, dit gaat me misschien nog een keer gebeuren. Maar ik hoop het niet. Ik ga hier echt wel wat meer op letten. Want dit is echt wel heel heftig. En zo was mijn kaart vol. Maar zoals altijd wil ik jullie dus graag deze video een duimpje omhoog te geven. Als je dit soort video's leuk vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet bent. En dan wil ik jullie erg bedanken voor het kijken. En een heel fijn weekend toe wensen. Tot in de volgende video. Doei doeg. I just close my eyes and dream.